De Nederlandse woningmarkt is een totale ramp. Er is een enorm woningtekort van meer dan 300.000 woningen. De huren zijn sinds 2010 met 40% gestegen. Jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Koophuizen zijn sinds 2013 meer dan verdubbeld in de prijs. Jongeren kunnen geen betaalbare huurwoning krijgen en ook geen hypotheek, die door de stijgende rente ook steeds duurder wordt. Jongeren worden gepakt omdat hun studieschuld ervoor zorgt dat ze minder hypotheek kunnen krijgen. 32.000 mensen hebben zelfs helemaal geen woning en zijn dakloos. Ze slapen in hun auto of op straat. Maar waar onze jongeren en andere Nederlanders geen woning kunnen krijgen, is de woningmarkt voor heel veel andere mensen nog steeds een feest. Voor sprinkhaanbeleggers en casinokapitalisten die zich hongerig op onze woningmarkt storten. Voor loesje pandjesbazen die de huren opdrijven en mensen uitknijpen. Voor institutionele fondsen die onze sociale huurwoningen opkopen. Voor grondbaronnen die onze bouwgrond uitmelken en onbebouwd laten. Dat is het vieze gedrag dat onze volkshuisvesting kapot heeft gemaakt. Veroorzaakt door smerig Rutteaans rendementsdenken, waardoor de woningcorporaties sociale huurwoningen moesten gaan verkopen. Door smerig Rutteaans bezuinigingsdenken met miljarden aan belastingen voor woningcorporaties, waardoor ze niet meer konden bouwen. Door smerig Rutteaans laissez-faire beleid, waardoor er werd toegekeken hoe de huren werden opgedreven. Door dom Rutteaans afschuifbeleid, door te bezuinigen op ambtelijke capaciteit, door vrom af te schaffen en niet in te grijpen als we zien dat een heel groot gedeelte van de bouwterreinen gewoon braak liggen als verdienmodel. De volkshuisvesting is totaal kapot gemaakt door Rutteaans beleid. En toen kregen we minister Hugo de Jonge. De man die met een bouwhelm op flashy foto's staat hoe hij heipalen de grond inslaat. De communicatieafdeling van zijn ministerie die draait overuren. Hij gaat die woningmarkt wel even fixen. Maar in flashy foto's van een minister kunnen de mensen in het land niet wonen. Want na 14 maanden ministerschap lijkt het uit te draaien dat we een minister hebben die de minister gaat worden van de niet nagekomen beloftes. 100.000 woningen per jaar belooft hij te gaan realiseren. Maar het Economisch Instituut voor de Bouw becijfert dat we dit jaar die 100.000 woningen bij lange na niet gaan halen. En dat er zelfs minder gebouwd gaat worden, ook de komende tijd. In het afgelopen jaar zijn er door gemeenten minder bouwvergunningen afgegeven dan het jaar daarvoor. Terwijl deze minister bij zijn aantreden nog aangaf de vergunningsprocedures echt te willen gaan verstellen. De seinen die staan op rood. De kernvraag is dan ook hoe deze minister ervoor gaat zorgen dat hij niet de minister wordt van de niet nagekomen beloftes. Hoe hij gaat voorkomen dat hij wordt toegevoegd aan die lange lijst van politici die mensen in het land beloftes doen, maar vervolgens het land achterlaat met lege handen. En de mensen in het land zijn de niet nagekomen beloftes van die politiek echt zat. Dat geldt ook voor die andere belofte van minimaal 30% sociale huurwoning in het land. Ook dat lijkt een loze belofte. Want tegenover de 250.000 nieuwe sociale huurwoningen in 2030 staan 87.000 sociale huurwoningen die gesloopt gaan worden en 63.000 sociale huurwoningen die verkocht gaan worden. Per saldo komen er dus maar 100.000 bij en op deze manier stijgt het aandeel sociale huur niet, maar zakt het naar 25,7%. Gewoon minder aandeel sociale huur in plaats van meer, wat de afspraak is. Zelfs voor de meest wezenlijke categorie in de volkshuisvesting staan de seinen dus op rood. En het is daarom de kernvraag in dit debat aan deze minister. Hoe gaat deze minister voorkomen dat hij die minister van loze beloftes gaat worden?